Onze tweede oefening ter bevordering van de mobiliteit van ons lichaam gaat een zijwaartse buiging zijn. We zetten onze voeten iets breder dan normaal, iets breder dan schouderbreedte, en we brengen de club weer in de hoogte. We gaan nu een mooie boog maken van links naar rechts, zodanig dat we de flanken hier mooi op lengte brengen. Let er wel op ondertussen dat we het bekken niet instabiel maken. Dus brede positie in de voeten, armen in de lucht, rustig naar links en naar rechts buigen. Het rechtop staan is ook in het andere vlak belangrijk. Dus mooi zijwaarts buigen zonder rugwaarts of voorwaarts te gaan. Succes ermee!